Hallo allemaal, vandaag gaan we een neus tekenen. Ja, dat is dat gekke ding midden in je gezicht wat altijd opvalt. Heel veel mensen zijn niet tevreden over hun neus. Je weet, ik ben ook karikatuurtekenaar en ik hou enorm van neuzen. Want ja, een neus valt gewoon op. En of die nou klein is of groot, breed, dik, dun. Net zoals de ogen... is een neus gewoon een belangrijke factor in het gezicht. En een belangrijke factor voor herkenning van iemand. Dus laten we vandaag eens verschillende neuzen tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag gaan we neuzen tekenen. Nou, hoe ziet nou een neus eruit? Ik begin altijd bij karikatuur tekenen met een bolletje. Daar zet ik twee zwarte driehoekjes tegenaan. Dan krijg je de neusvleugels en dan of het is een brede neus of het is een smalle neus. Nou, laten we het even een smalle neus doen zo. Ik geef er ook meestal gelijk wat schaduw zo aan. En met potlood wordt dit natuurlijk nog leuker. Dan heb je eigenlijk al een neus getekend. Nou, je hebt verschillende soorten neuzen natuurlijk. Je hebt puntneuzen, dikke neuzen, brede neuzen. Dus we eens even een brede neus tekenen, zo. Een brede neus. Je hebt ook wipneusjes. En dan krijg je meer zo en dan. En dan. Hup. Dat is echt een wipneusje, zeg maar. En soms hebben we hier ook nog een streepje in het midden, zo. Dus de neus wat meer omhoog. Puntneuzen. Als ik een dwerg teken. Dan heeft hij vaak een hele grote neus. Een hele dikke neus. Zo. En dan de... Dan zie je al gelijk een grote brede neus. Of tenminste zo'n grote dwergneus, zeg maar. Het laatste ook een karikatuur, dat was echt was meer neus dan iets anders op het papier. Dus echt een hele grote neus zo getekend. En dan zo'n beetje, zag er een beetje zo uit. En dan had ik zo die oogjes. En dan een... Man had een vrij grote snor. Zo, een klein mondje zo. Dus ja, dan krijg je al gelijk een heel leuke karikatuurachtige gezicht. Grote oren had die man. Zie je, maar als je dan varieert met verschillende neuzen, dan krijg je al gauw een leuke karikatuur. Maar let erop, wat voor neus heeft iemand? Ja, in stripwereld heb je natuurlijk ook nog verschillende neuzen. Je kan zo'n neus hebben, een puntneus, een wipneusje, zo. Deze neus die kennen we natuurlijk ook gewoon uit de stripwereld, hè. Zo. Goed, ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met neuzen en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.